Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door XL Lease en Koffie van Fred. Het is de dag van de redding van SNS Reaal. Minister Dijsselbloem heeft besloten de bank te nationaliseren. Dramatische cijfers voor de Nederlandse autobranche. De autoverkoop zakte in januari in met 31,5%. Wel goed nieuws over de bedrijvigheid in Nederland. Die startte 2013 behoorlijk positief. En in Enschede is een 9-jarige jongen van school gehaald door zijn ouders. Die zijn bang voor deze ziekmakende elektromagnetische straling. De school heeft uit voorzorg het wifi-netwerk weggehaald. Het is vrijdag 1 februari 2013. Dit is Gelderland Vandaag. Ja, en aan tafel vandaag drie onderwerpen, namelijk politiek, oranje en cultuur. En we beginnen bij Henri de Moïse de Châtelet. Ja, een hele mond vol van de D66 uit Doetinchem. Welkom. Merci. Mag ik gemakshalve even Henri zeggen? Van mij wel. Ja, u had eigenlijk op dit moment ergens anders moeten zijn, of niet? Nee, want men heeft door de commotie besloten dat, omdat de hele oppositie in Doetinchem ook niet wilde en de oppositie in Oude Ezerstreek, het feestje af te lasten. Ja, een informele bijeenkomst was het plan, zeg maar, om kennis te maken met elkaar. Ja, zo werd het verkocht. Een informeel borreluurtje waar met alleen zo brood en soep. Maar waarbij men wel 2 uur dan met elkaar moest gaan praten. Dus dan mag je ervan uitgaan een verborgen agenda. Maar daar is op zich toch niks op tegen om even met elkaar aan tafel te gaan zitten? Nee, er is op zich niets tegen. Maar wat er tegen is, is het feit dat je belooft aan de mensen. Nou, eerst even terug. We hebben een onderzoek, 4 fases. 4 dingen. We zouden kijken naar de meerwaarde, financiën, de leefbaarheid en de communicatie. Dan blijkt uiteindelijk in december komt er een raadsdebat. En dan zegt het college, en dus in beide gemeentes heeft men dan gezegd, college, u heeft uw huiswerk niet gedaan. Er is niet naar de meerwaarde gekeken. Er is niet naar de financiën gekeken. Er is niet naar de communicatie, is nog niet eens mee begonnen. En de leefbaarheid al helemaal niet. En dan zegt u klinkt niet echt als een voorstander van een eventuele fusie. Daar gaan we straks even verder over praten. Ja? Daarnaast, Charles Drosten, welkom in de studio van Gelderland vandaag. Dank je wel. En gefeliciteerd, hè? Beste theater van Nederland. Ja. Hoe is dat zo gekomen? Heel hard werken met het team van Amfield. Hoe groot is het team? We hebben 50 mensen zeg maar, op de loonlijst staan, maar dat zijn in FTE's aantallen 22, want we hebben heel veel oproepers en parttimers. En, nou, en die mensen hebben in het verleden, maar ook in het nieuwe gebouw heel hard gewerkt aan de dienstverlening, aan de service, maar ook aan de publiciteit, de marketing. En dat geheel, ik zou bijna zeggen, is beloond met die prijs. Nou, gefeliciteerd. De winnaar van vorig jaar was? Gouda. Gouda. En daar is Doetinchem bijgekomen. Daar gaan we straks verder over praten. Aan de overkant de Oranje Vereniging. Janine en Patricia, welkom. Oranje Vereniging Gendringen. Wat een week, hè? Ja, veel mee. Ik bedoel, wij waren natuurlijk ook overvallen door het nieuws. Ja. Maar alleen maar leuk. Dat verhoogt alleen maar de feestvreugde naar ons idee. Totaal niet aanzien komen of verwacht of misschien wel gehoopt. Ik heb helaas geen inside bronnen, maar je hoorde er wel al iets over. Maar niet dat je denkt van, nou, dat zal nu gebeuren. En eigenlijk waren we er ook niet zo bezig. Wij zijn gewoon heel erg bezig geweest met ons programma. Wat willen wij voor ons dorp organiseren? Ja, koningin Beatrix, die wordt dan opgevolgd door Alexander. Wat dacht jij toen je het nieuws hoorde? Nou, het was meteen schakelen. Het was dus meteen een leuke uitdaging. Dus de telefoon stond meteen roodgloeiend. We waren met elkaar onderling al druk van wat gaan we doen? Hoe gaan we dit oppakken? En hoe gaan we hiermee verder? Dus ja, want ik neem aan dat er ook al van alles is opgezet. Of er is al gebrainstormd over ideeën voor dit jaar, wat we gaan doen. Mm-hmm. En in hoeverre heeft dit gevolgen voor wat jullie al van plan waren? Nou, we hebben toevallig, gisteren hebben we een vergadering ingelast van hoe gaan we hiermee om? En staan de kopjes dezelfde kant op? Maar eigenlijk waren we het allemaal heel erg eens. We hebben gewoon al een heel leuk programma, nog niet de tijden er precies aangehangen. En dat kunnen we nu eigenlijk heel goed dadelijk, zodra die tijden van over het Koninklijk Huis bekend zijn van wanneer is precies de inhuldiging, wanneer is de balkonscène. Daar kunnen wij ons programma perfect omheen groeperen. Dus wat we in het hoofd hadden, gaan we allemaal uitvoeren. Ja, en wat jullie allemaal gaan doen, horen we straks. Ja. We gaan eerst naar links van mij, Henri de Moïse de Châtelet. Het gaat nog steeds goed. Ja, een fusie tussen de gemeente Doetinchem en de Oude IJsselstreek. Mm-hmm. Wat vindt u daarvan? Op zich ben ik niet tegen een fusie, laat dat duidelijk zijn. Maar waar ik wel tegen ben,
is nu 2 van de 8 gemeentes, waarbij Doetinchem de centrumgemeente is, die zeggen, joh, wij gaan nu samen fuseren. En de andere 6, die nu samenwerken in de regio Achterhoek, die mogen niet meedoen. Die mogen later, als wij de fusie rond hebben, mogen ze bij het kruisje tekenen, noemde Samson dat vorig jaar nog. En mogen ze wel aansluiten op onze voorwaarden. Zo ga je niet met elkaar om. En als je in een regio Achterhoek met 8 gemeenten samenwerkt, door je die in ieder geval allemaal erbij te betrekken. En een fusie moet niet iets zijn wat je de mensen oplegt, waarmee je mensen buitensluit. Een fusie moet een groeiproces zijn. Ja, en volgens het regeerakkoord moeten we toch naar een 100+? Nee, dat wordt naar buiten gebracht. Als u het regeerakkoord leest, zult u lezen dat fusies van onderop, dus niet van bovenaf opgelegd, en ze worden geadviseerd, maar het is aan de gemeente zelf of ze het willen. Dat men nu probeert te zeggen, ja, jullie moeten fuseren. Ik zou bijna zeggen, is kiezersbedrog. Ja, en hoe staan jullie daarin? Want jullie hebben toch een informele bijeenkomst geboycott. Die hebben we geboycott, juist om die reden. De bevolking zegt, is nog helemaal niet in bod gekomen. We hebben in december gezegd, college, u heeft uw huiswerk niet gedaan. En als en een Oude IJsselstreek en Doetinchem, 2 gemeenteraden unaniem zegt tegen beide colleges, fout, u heeft op geen enkele wijze uw huiswerk gedaan. Ga dat eerst maar eens doen. En waar het niet anders kan, mag u voorzichtig aan de tweede fase beginnen. En je zegt dan nu, we gaan alvast een raden bij elkaar zitten, want 28 februari gaan we tot een fusie besluiten. Dan ben je niet eerlijk en niet bezig. Dan ben je met achterkamertjes bezig. Ja, Amfion doet het. Maar ik zou zeggen, achterkamertjes, bij elkaar komen en een kop soep en een broodje eten. En ik zou bijna zeggen, aan elkaar snuffelen. Daar is toch volgens mij niks mis mee. Vindt u het kinderachtig om zoiets te boycotten? Ja, ik vind het een beetje te zwaar. Dus okay. Ik had zoiets van, ga er naartoe en communiceer dit dan met de mensen. Dit hebben we in de raden in beide gemeentes alle keren gecommuniceerd. Dat wist men. En zoals we ook gezegd hebben, eerst moet de bevolking geraadpleegd worden. Die moet toch in ieder geval weten. Oude IJsselstreek heeft een onderzoek gedaan vorige week. Maar mag je niet zeggen dat de gemeenteraden, die zitten daar namens de bevolking. Is het dan niet zo dat als die bij elkaar komen en met elkaar gaan praten, bedoel, dat is dan toch het begin van samenwerking? Ik denk dat je eerst de bevolking moet raadplegen. Je moet een draagvlak krijgen. En als je geen draagvlak hebt, dan gaat het heel moeizaam werken. Dan moeten we een referendum houden. Dat hebben we ook steeds gezegd. Uiteindelijk de beslissing, daar heb ik zelfs een initiatiefvoorstel voor ingediend, en mijn collega in Oude IJsselstreek ook, om aan het eind van het proces een referendum te houden in beide gemeentes, waarbij de bevolking mag kiezen, wij willen wel of niet fuseren. Ja, toch is er een soort van onderzoekje gedaan, hè? We hebben een onderzoek gedaan waaruit bleek in Oude IJsselstreek dat 15% voor is, meer dan de helft van de mensen tegen, en een derde zegt, ze hebben het allang bekonkeld in de achterkamer. We weten niks, we hebben nooit iets gehoord. Hoeveel mensen hebben jullie ondervraagd? Men heeft een 600-700 mensen op straat ondervraagd. En hoe representatief is dat volgens u? Ja, het is nooit volledig. Het is een steekproef die neemt. Doetinchem heeft ook op de PvdA een steekproef op straat gedaan. Waar ook een meerderheid zei van, we hebben er geen behoefte aan. Ja, dan gaan we toch even naar de overkant. Gendringen, Oude IJsselstreek. Samengaan met Doetinchem. Wat vinden jullie eigenlijk van het idee? Ik moet eerlijk zeggen, het houdt mij totaal niet bezig. Nee. Ik kan me wel voorstellen dat het leeft van, dan worden we opgeslokt door de grote stad. Precies. Kunnen we onze eigen identiteit als, ja, we zijn toch een gemeente van dorpen. Ja. Kunnen we dat nog wel uitdragen? Dat zou ik, maar ik heb, wordt de identiteit in uw ogen aangetast wanneer jullie samengaan met Doetinchem? Nou, ik denk dat mensen het idee hebben. Ik spreek niet voor mezelf, want zover heb ik er eigenlijk niet voor mezelf. Nee, maar gewoon nagedacht, als inwoner van. Ja, ik denk dat dat niet hoeft, maar ik denk dat wel leef van Doetinchem is al eens zo groot. Ik denk als het niet meer is, eens zo groot als onze eigen gemeente Oude IJsselstreek. Van wat hebben we dan nog te zeggen? Wat merk je eigenlijk als burger nu zelf heel erg van de gemeente? En dadelijk wordt er helemaal nog meer over onze hoofden heen. Ja, ja, maar we gaan toch even kijken naar een reactie. Want de 25e van deze maand is Jan Markink, gedeputeerde van de provincie Gelderland, hier te gast geweest. En hij zei het volgende over de fusie. Sommige gemeenten die gaan dan zover dat ze ook hun ambtelijke organisatie samenvoegen. En dan is de stap naar een bestuurlijke fusie, dus waar je ook 1 college hebt, 1 burgemeester, 1 gemeenteraad. Die is dan ook heel, heel klein.
En op dit moment is het zo dat inderdaad in het regeerakkoord afgesproken is dat men het liefst toe wil naar 100.000 plus gemeenten. Om daarmee ook die bestuurskrachten een impuls te geven. Zo dwingend zitten wij er in Gelderland niet in. Waar we als provincie Gelderland naar kijken is dat we zeggen van zorg ervoor dat je een dusdanige omvang hebt dat je ook berekend bent als gemeente op je taken. Als je een groot kern hebt, een centrum bijvoorbeeld Doetinchem, heeft een hele andere problematiek dan de plattelandse gemeente. Dus probeer ook dat maatwerk te leveren. En als we nu zeggen van we maken van de Achterhoek één grote gemeente. Ja, dat is denk ik een stap te ver. Ja, Jan Marking, VVD, gedeputeerde. Wat is uw reactie hierop? Ik kan me daar heel erg in vinden. Kijk, vandaag heeft u ook kunnen zien dat Gelderland ook nog een enquête gehouden heeft. Waar 82% van de mensen heeft gezegd we ophouden met die grote gemeenten. We willen gewoon in onze vertrouwde kleine gemeentes blijven. En daarnaast, een fusie gaat ook heel veel geld kosten. En men rekent zich rijk, maar de provincie zal alleen een fusie financieel faciliteren als de noodzaak een fusie is. Als gemeentes zelf niet meer hun broek op kunnen houden en om zouden vallen als ze niet gesteund worden. Maar dit, zoals met Doetinchem, een oude IJsselstreek willen, doet men bij de provincie luxe fusies. En daar wil men op geen enkele wijze, anders dan in de wet geregeld, daarbij meewerken. Ja, iets wat sowieso geen geld gaat kosten is de bijeenkomst die gepland was vandaag. Nee, helemaal niet. Want hij kost wel geld. Je moet die ruimte huren. Dat zou in Terborg gebeuren. Je moet daar de consumpties. Dat kan men nu in de zak houden. Is uw doel, zeg maar, behaald? Mijn doel is behaald als men de burgers nu gemerkt hebben van mensen, wij moeten op gelijke hoogte. Er moet met ons gecommuniceerd worden. Men mag het niet daar even over onze hoofden beslissen. Dat was mijn doel en dat is bereikt. Men weet nu van dat er zulke dingen op plan stonden. En men weet nu ook van mensen, dat er mag je ervan uitgaan dat de partijen, dat hebben we van de week in het presidium ook nog wel over gesproken, maar ook de raden weten van, we moeten niet meer zo over de hoofden van de burgers. We moeten ze er echt bij gaan betrekken. We moeten echt gaan communiceren met de mensen. Ja, we gaan even iets anders doen. Dankjewel, Henri de Moïse de Châtelet. Het gaat nog steeds goed. Ja. De koningin treedt af en zal worden opgevolgd door koning Willem-Alexander en koningin Maxima. Hierdoor komt er meteen een einde aan een tijdperk met koninginnedagen op 30 april. Zodra Willem-Alexander koning is, wordt deze datum namelijk 27 april. Koningsdag, onze stelling afgelopen woensdag was dan ook. Het was beter geweest om Koningsdag op 30 april te houden. En dat hebben we u voorgelegd in de gemeente waar de koningin in 1998 te gast was, in Doesburg. Ja, vind ik ook. Ja, daar ben waarom? Ik het mee eens. Gewoon traditie. Het is altijd wel 30 april geweest. Dus. Ja, het maakt mij eerlijk gezegd niet zo heel veel uit. Ik bedoel, feestjes leuk. Maar of het nou de 30ste of de 27ste is. Ja, even wennen, hè? Maar het lijkt me wel heel leuk, ja. Nee, niet een paar dagen, hè? Nou ja, Beatrix heeft dat ook zo gehouden. Ja. En, ja. Dat ik op wil. Maar ik mag ook op de verjaardag van Willem-Alexander, mag het ook, ja. Dat vind ik op zich een goed idee. Daar heeft, zou Willem-Alexander nog een vrije dag gehad hebben op zijn eigen verjaardag. Ja. Dus nee, ik vond gewoon, voor mij had het zo mogen blijven. Ja, maar prima. Is al een hele tijd zo, maar ik kan me voorstellen, nieuwe gezichten. Dag hoor, nieuwe gezichten. En de koning nu, ja, dat hij dat met zijn moeder moet overleggen. Ja, is een traditie, dus hou me zo. U heeft er geen problemen mee als het een paar dagen eerder is? Nee, daar heb ik helemaal geen problemen mee. Er zijn belangrijke zaken in de wereld, denk ik. Van de mensen die reageren op de stelling vindt 29% dat we Koningsdag op 30 april moeten blijven vieren. 71% maakt het niet uit dat we naar 27 april gaan. Dan door met onze nieuwe stelling. SNS Reaal is vandaag door de Nederlandse regering gered. De bank en verzekeraar is genationaliseerd, zo heet het dan. Dit zal volgens berekeningen van RTL Nieuws elke Nederlander €287 kosten. Onze stelling is dan ook, de overheid moet stoppen met het redden van banken. Charles, wat vindt u daar eigenlijk van? Moeten we stoppen met het redden van de banken? Ik denk het niet, omdat het gevolg als die omvalt, ik weet niet of ze dat berekend hebben, maar ik denk dat het dan nog veel meer zou kosten. Dus we moeten wel volgens mij gaan zorgen dat we het beter gaan organiseren in de toekomst. Maar voor dit moment heb je volgens mij geen andere keus. Nee, en Harry?
sluit ik me helemaal bij aan. Ja. Als je nu dit laat omvallen, dan heeft dat echt grote gevolgen. Dan kan je beter deze stap zetten. En daarmee heb je op termijn, het zal je geld kosten. Maar je hebt op termijn, wat je ook bij andere steunen aan banken, zoals de ING en de ABN AMRO gezien hebt, heb je wel kans dat je je geld voor een heel groot deel terugkrijgt. Om laten vallen is weg. Ja, en heeft u thuis ook een mening? Laat het ons weten via Twitter, Facebook of via de e-mail. Dan gaan we naar Koninginnedag 2013. Janine Kok en Patricia Hoogveen, welkom. Ja, toch een drukke week gehad. Nou ja, wat gaan we doen? We moeten bij elkaar komen. Hoe gaan we nu verder? Mm-hmm. Wat was uw eerste reactie nogmaals op de aankondiging van de Beatrix? Op zich leuk nieuws, maar wel van, wat heeft dat voor consequenties voor ons? Het programma staat eigenlijk min of meer vast, nog niet de precieze tijden, maar wel de activiteiten die we willen organiseren. En dan ga je wel nadenken van, moeten we dat aanpassen? Moeten we het minder doen? Moeten we het op een andere dag doen? In conclusie? Ja, we gaan gewoon door. We hebben gewoon zo'n ijzersterk programma. Dus onze doelgroep die komt zeker wel. We zijn er 100% van overtuigd. Wat we daarnaast wel proberen, is ook in samenwerking met horeca, dat er wel schermen of televisies geplaatst worden. Dus mensen hoeven niks te missen. Maar al onze activiteiten gaan gewoon door. Ja, Oranje Vereniging. Hoe zijn jullie namelijk erg koningsgezind of valt dat nog wel mee? Nou, niet heel speciaal dat we nou, ja, de meeste van ons zullen de vlag uit hebben hangen, denk ik, met Koninginnedag. Maar niet dat we nou plakboeken hebben van alles van voor de jaren heen. Wat we vooral belangrijk vinden, dat er in Gendringen wat georganiseerd wordt. En dat was, ja, we staan al meer dan 80 jaar, dus er werd altijd wat gedaan. Maar het was de laatste jaren een beetje ingekakt. Ja, en we dus zijn toen met een groep van, ja, ik denk 10 mensen, zijn we toen nieuw aan het roer gekomen om, ja, voor Gendringen meer aan te bieden. En dat is tot nu toe heel goed gelukt. En ja, we zijn nog lang niet klaar. Ja, en Patricia, dus eigenlijk was Koninginnedag, zeg maar, iets om iets te organiseren in Gendringen. Ja, inderdaad. Want er is niet zo heel veel te doen? Nee. Gendringen is natuurlijk relatief een wat kleiner dorp. En we merkten wel dat het de laatste jaren wat terugliep qua activiteiten. En dat was ook voor ons de reden om te zeggen, nou, laten wij weer eens wat nieuw leven in de brouwerij geven. En we merken nu ook dat door de komst van de Oranje Vereniging, dat we weer wat meer organiseren, meer te doen is. Dat ook steeds meer mensen weer geneigd zijn om iets nieuws te gaan organiseren. Dus het is niet alleen de Koninginnedag die is opgezet, maar ook alles daaromheen wordt steeds groter. Ja, want hoe denk je dat er over het algemeen in Nederland is gereageerd door de Oranje Verenigingen op het nieuws van afgelopen week? Ja, heel wisselend. Als we de krant hebben mogen volgen, dan zie je wel dat er een aantal verenigingen zijn die zeggen, nou, we gaan toch misschien naar een andere dag. En ook de twijfel van, moeten we door laten gaan? Is er genoeg animo? Wat betekent dat voor het programma? Dus ik denk dat de meeste verenigingen een beetje in hetzelfde schuitje hebben gezeten als dat wij zaten. Ja, in de stelling van afgelopen woensdag van 30 naar de 27e. Wat vindt u daarvan? Ja, de datum maakt mij niet zoveel uit. Ik heb wel het idee, Koninginnedag bekt gewoon lekker. Maar dat hebben we ook al meer dan 100 jaar. Dus vandaar, dat zit natuurlijk zo ingeburgerd. Tijd voor verandering. Maar de datum, het ligt heel dicht bij elkaar. We hebben de laatste Koninginnedag hebben we prachtig weer gehad. Dat kan natuurlijk net zo goed op de 27e als op de 30e. Dus dat moet niet uitmaken. Ja, en als we nou in de zomer hadden gedaan? Heb je een relatief iets meer kans op mooi weer, maar ook weer de kans dat er veel meer mensen op vakantie zijn. Dus ja, het is toch, je wil voor zoveel mogelijk mensen wat organiseren. En ik denk ook, als je maar gewoon een goed programma hebt, als je voor ieder wat wils hebt, dan komen de mensen wel. Zo overtuigd zijn we dan wel. Ja, we hebben het dan over 30 april. Ja, natuurlijk een dramatische gebeurtenis in Apeldoorn. Zou dat enigszins nog van invloed? Dat verwacht ik niet. Nee. Zover gaat men daar niet mee terug. Ik vind het wel een gemiste kans om niet, nu we dan een 27 april, nou, bij een volgende generatie is dat gebeurd, moet het weer naar een ander deel van het land. Ik zou gezegd hebben, kies dan, maak de Koninkrijksdag van, los van wie daar als koning of koningin zit, kies daar een mooie dag voor, dan kan je die voor de lengte van de tijd kan je zo houden. Ja. Malia, 7 december jarig, zit dat je weer in de winter. Dat zeg ik. Daarom. Kies dan in één keer, noem het Koninkrijksdag, dat is op zich een mooie, dat bekt ook lekker. En dat hoef je nooit meer te veranderen. Gaat bij u de vlag uit? Nee, ik heb ook geen vlag. Je hebt geen vlag. Ja, bij u is die al uit inmiddels, want beste theater. Ja, wat gaat er allemaal gebeuren dan, dit jaar? We hangen de Koninginnedagactiviteiten hangen we altijd op rondom een thema. Maar dat ga ik hier niet verklappen, want dat mogen de inwoners van Gendringen als eerste weten. Oh, maar was het vorig jaar dan? Vorig jaar was het hulpverlening. Toen hebben we veel met EHBO samengewerkt, met politie, met ambulance, brandweer. Om hun in het zonnetje te zetten, want zij doen heel veel belangeloos, heel veel, alleen maar goed voor ons. Is het thema ook afhankelijk van wat er in de regio gebeurt?
of gebeurd is? Nee, dat hoeft totaal niet met elkaar te maken te hebben. We hebben ook een keer sprookjes gehad. Dat hebben we het thema fusie is het jaar dat... We kleden ons ook altijd aan naar de hand van het thema. Met fusie, daar kan ik me niet echt wat mee voorstellen. Dag, Mary. Ja, we zien hier een... wat gaat er allemaal gebeuren? Hoe ziet zo'n dag eruit in Gendringen? Wij starten altijd met een fietstocht voor de kinderen. En die fietstocht die is ooit ontstaan met natuurlijk heel veel oranje op de fietsjes. Ja. En dat zien we nog graag, maar het is nu ook verbonden aan het thema. Dus zoals vorig jaar inderdaad, hebben we natuurlijk heel veel brandweermannen voorbij zien komen en politieagentjes. En ja, dat is gewoon prachtig als je ziet hoeveel tijd kinderen besteden. Ja, want hoe verwacht u dat de mensen dit jaar gaan? Het thema maken we nog niet bekend. Dat was dan indirect. Daar kan ik geen antwoord op geven. Maar ik weet zeker dat zodra het thema bekend wordt op onze website... dat er een hele hoop vaders en moeders weer mee aan het knutselen gaan met de kinderen. Ja. En dat zeker weer een geweldige optocht gaat worden. Ja, en dan gaan we naar Koningsdag. Wat vinden jullie daar over het algemeen van, Koningsdag? Nou, ik denk dat het voor wat wij van plan zijn en de activiteiten die we willen organiseren... dat het helemaal geen verschil maakt. Nee, wij gaan gewoon door. We proberen elk jaar uit te bouwen dat we echt op termijn naar een dagvullend programma gaan. Dat we ook naar een koningsnacht, zal het dan nu worden. Dat we ook s'avonds wat te doen hebben. Wij zijn eigenlijk begonnen met puur rondom Koninginnedag. Maar we organiseren ook al meer in het jaar. Bijvoorbeeld volgende week hebben we een carnavalsdisco voor de basisschooljeugd. Nou, vorig jaar hadden we 200 kinderen. Nou, dat is, voor Gendringen is dat echt heel erg veel. Dus, en ook voor de ouderen zijn we met een fietstocht bezig. En ook om later in het jaar. Dus niet alleen rond die oranje dagen, maar ook... Ja, vaker in het jaar activiteiten organiseren, van jong tot oud. Ja, we zien ze hier achter op de foto, Willem-Alexander en Maxima. Wat als hun nou het feest anders willen gaan inkleden? Ja, ik denk dat dat ook al moeilijk is om daar nu al iets over te zeggen. Kijk, we zijn nu nog alleen maar heel druk met dit jaar. Van hoe gaan we er een feest van maken wat past binnen alles wat er staat te gebeuren. Dus ik vind het moeilijk om daar vooruit te lopen. En als dat zo is, ik ben ervan overtuigd dat we als vereniging daar wel weer een weg in zullen vinden. En dat het gewoon... een geweldig leuke dag zou blijven. Ja. Ja, geweldig. We gaan naar een reportage, want leren is leuk op de boerderij. Stichting Boerenwijs trapte dit project over boerderijeducatie donderdagochtend af in Harfsen. Vandaag is de officiële start van boerderijeducatie Gelderland. Maar tegelijkertijd is het ook de presentatie van een flyer die we gemaakt hebben voor alle scholen in Gelderland. Waarin we de verschillende arrangementen die we als boerderijeducatie Gelderland in de aanbieding hebben, het aanbod voor scholen zichtbaar is gemaakt. Wij ondersteunen dit initiatief omdat het voor ons heel erg belangrijk is dat de maatschappij op de hoogte blijft van het reilen en zeilen van de agrarische sector. Dus dat er een verbinding blijft en dat de maatschappij, en met name kinderen dus ook, weten hoe hun voedsel geproduceerd wordt. Kinderen ervaren het echt als hun thuis, hun plek op de boerderij. Wij vinden het belangrijk voor de kinderen om vooral ook kennis te hebben van de agrarische sector. Te weten hoe voedsel geproduceerd wordt. En uiteindelijk bepaalt dat ook zeg maar, de mate waarin ze later als consument ook waardering kunnen uiten in de supermarkt. En op het moment dat zij extra eisen stellen aan de manier van voedselproductie, dat ook kunnen waarderen door een betere prijs te betalen. Kinderen die leren op deze manier gewoon in de praktijk wat een boerderij is, wat het boerenleven inhoudt en wat er allemaal bij komt kijken. Ze horen natuurlijk op school al heel veel, daar leren ze een hoop, maar uit boekjes, dat blijft toch plastisch. En hier ervaren ze het echt. We zijn een koe aan het melken. En het was wel heel leuk, want ik heb het voor de eerste keer pas gedaan. Nou, ik wist wel dat het zo ging, maar uit de machine doen ze nu wel. Wil je later zelf ook boer worden? Het lijkt me wel leuk, maar het lijkt me wel heel zwaar hoor. Ik vind het wel leuk, leerzaam. Wanneer staat een kind nou echt midden in de stal? Ja, dat bijna niet. Het is gewoon uitzonderlijk.
beste theater van Nederland staat in Doetinchem. Charles Drosten, welkom. Ja, gefeliciteerd. Wat een goed nieuws. Ja, ik was even verbaasd dat je ja. Ja, trots, mag heel ik wel trots. Zeggen, toch? Ja. Want wat is er allemaal gebeurd de afgelopen jaren om... Nou ja, wat is er gebeurd? Er wordt met man en macht iedere dag gewerkt om ik zou zeggen, goed dienst te verlenen aan alle partijen die in Amphion komen. Dus zowel het publiek als ook de artiesten, als de technici van de artiesten. En dat is nu beloond. Ja, en wat vindt u daarvan, dat de theater in Doetinchem... Ik ben daar heel blij mee. En daar ben ik altijd een grote fan geweest van het Amphion. Bent u daar vaak te vinden? Ik ben er op het ogenblik niet zo vaak te vinden. Verleden toen ik daar namens de Raad als commissaris zat, een heel stuk vaker. Maar wij zitten heel vaak s'avonds in vergaderingen en dan is het Amphion open. Dus dan lukt dat niet. Ja. Ook maar die nees in het weekend. Ja. Wat zijn de criteria? Waar is er naar gekeken? Nou, voor de duidelijkheid, het is geen publieksprijs, maar het is een prijs van de producenten en de impresariaten. Dus dat zijn zeg maar de managementbureaus van de artiesten. Mm-hmm. En voor de mensen, Albert Verlinde is een bekende producent van musicals, Joop van den Ende, maar zo zijn er nog heel veel. En die hebben met elkaar een rapportlijstje gemaakt en daar hebben ze punten gegeven. En wat ik straks al zei, maar dat gaat dan ook op van hoeveel mensen zitten er in de zaal, wordt er goede publiciteit gemaakt, wordt er ook op tijd de rekeningen betaald, maar ook hoe worden de artiesten ontvangen, maar ook hoe worden de technici ontvangen. Dus in zijn totaliteit zeg maar de dienstverlening van de theaters. Nou, daar zijn rapportpunten voor gegeven en uiteindelijk zijn daar de vijf zeg maar beste die zijn genomineerd. Dus we behoorden tot de laatste vijf en afgelopen maandag hebben we dan gehoord dat we zeg maar het hoogste rapportcijfer hadden. Ja, dan ben je de beste van toch van het land. Ja. Zijn er dan nog verbeterpunten? Ja, heel veel. Heel veel. Dus er eens een paar. Nou, je maakt, dat zeg ik altijd, we maken iedere dag weer fouten. We maken iedere dag nog fouten. Dus we weten iedere dag nog dat we denken, oh ja, dat moet nog iets beter of dat kan nog iets beter. En dat gaat van heel simpel dat mensen zeggen van ja, daar moet nog een leuning komen. Tot artiesten die zeggen van die kleedkamer, daar is de verlichting nog niet goed of die is nog net iets te ongezellig. Dus er zijn altijd nog verbeterpunten. Ja, en dan zijn jullie de beste. En wat voor positieve gevolgen brengt dat met zich mee? Nou, wat je merkt is dat zowel zeg maar even wij als Amphion, maar ook ons publiek trots zijn. En dat is heel leuk om te merken. En ook de politiek, de burgervader. Hebben jullie het intern ook al gevierd met elkaar? We gaan zondagochtend een kopje koffie en een taartje eten. Dus dat gaan we zondagochtend doen met het personeel en ook de families van het personeel. Want wij werken allemaal onregelmatig. Dus dat betekent dat de gezinnen, die zijn altijd veel als 's avonds alleen. Of de kinderen of de ouders. Dus dat gaan we zondag vieren. Dus ja, kijk even naar de foto. Ja. Wat hebben jullie eigenlijk gekregen? Wat is het voor nou, prijs? Je ziet hem op de foto. We hebben een stoel gekregen, want het is naast de eer is het een stoel. En die mag je een jaar lang in je pand hebben. Dus die staat nu prominent bij ons bij de entree. Dus als je binnenkomt, dan ga je erover struikelen. Dat is dus zeg maar de eer en de stoel. En die wordt na een jaar gaat die weer naar de volgende toe. Nee, je kunt niet opnieuw, dat is jammer, maar je kunt niet opnieuw weer genomineerd worden. Het is in die zin ook een beetje een eringprijs, zou ik bijna zeggen. Dus dat betekent dat, ik begrijp dat volgend jaar de collega's in het land ook hopen dat ze hem kunnen gaan winnen. Dus, is het maar eenmalig? Waar hebben jullie hem op gewonnen? Wat heeft jullie onderscheiden van andere theaters? Als je dat rapportcijfer, of als je uiteindelijk moet benoemen, dan denk ik dat het gaat over dienstverlening. En enthousiasme en zeg maar even positieve vibe die wij uitstralen in ons hele pand. En dat ook doen naar de artiesten, maar dus ook naar ons publiek. Waardoor die zaal bijvoorbeeld beter vol zit dan in de rest van het land. Ja, ik kan me voorstellen dat dat als directeur ook het belangrijkste is. Je kunt nog zo'n mooi theater hebben, maar als jouw mensen niet goed zijn voor jouw gasten, dan ben je niks. Nee, dat klopt. En daarom haast ik mij ook altijd om te zeggen van ik mag je dan hier weer zitten als uithangbord, zeg ik altijd als directeur. Maar uiteindelijk is het team, de mensen die het hem doen. Want ik ben vanavond vrij en dan zijn toch mijn collega's die gewoon weer 850 mensen ontvangen. Zijn jullie regelmatig te vinden in het Amphion? Ik moet eerlijk zeggen dat ik het nieuwe Amphion nog niet geweest ben. Is zo mooi. Maar ik denk dat ik wel wat geregeld krijg vandaag. Ik zal even een kaartje. Het oude, ja, daar ben ik wel wat vaker geweest. Maar ik ben geen frequent bezoeker. Maar ik ga ook wel eens naar de Drue Cultuurfabriek. Die is bij ons natuurlijk helemaal op fietsafstand. Ik denk dat dat elkaar eigenlijk heel goed aanvult. Ja, op het moment dat het geopend werd, werd gedaan door
de koningin. Ja. En nu? Komt koning Willem-Alexander nog een keer langs? Nou, om te sluiten. Ik hoop het. Ik hoop het, maar dat weet je nooit natuurlijk. Nee, en er komen de tijd, nieuwe voorstellingen. Wij hebben natuurlijk heel veel voorstellingen. We zitten barstens vol. We hebben gemiddeld 10 voorstellingen in de week. Wat komt eraan? Spirit of Russia. Dat is een grote Broadway show met zeg maar Russische dansen. Heel erg breed. Ja. Maar wat komt er nog meer aan? Jan en Annie van BZN. Die komen eraan. De musical Annie. Alsof we het hebben afgesproken. die komen eraan. Dat zijn een paar dingen die me zo nu te binnen schieten. Nooit welke zalen komt. Normaal. Die komt natuurlijk ook. Oh, die komt ook nog. Ja, dat klopt. Die doen zelfs een extra concert bij ons. Zeg ik uit mijn hoofd. Maandag 18 februari. Nou, maar die zijn al 3 keer uitverkocht. En dan komt er gewoon nog een 4e voorstelling. Is dat dan in de oude bezetting normaal? Ja, wat je ziet op de beelden. Ja. Dat is de oorspronkelijke bezetting. En dan aangevuld met een aantal blazers. Ja. Dus, ja. En waar kijkt u nou het meeste naar uit? Welke voorstelling spreekt u het meeste aan? Waar ik me heel erg op verheug, en ik heb hem al gezien en ik probeer ons publiek dan enthousiast te maken, we krijgen Woofside Story. En Woofside Story is een voorstelling van het Rood Theater. Dat is een gerenommeerd, traditioneel theatergezelschap. En die doen ieder jaar een kerstvoorstelling. Die hebben bijvoorbeeld ook ik kan het niet zo snel opnoemen. Maar die doen in ieder geval een kerstvoorstelling. En dat is nu de Woofside Story is dus het origineel Westside Story. Ja. Maar dat doen ze nu zoals ze dat dan gekscherend noemen op zijn hondjes. En dan werken ze met poppen. En dat is echt hilarisch. Arjan Edeveen zit erin. Alex Klaassen, het Nederlands grootste talent vind ik. Die met allerlei dubbelrollen. En het is een hele leuke voorstelling voor 8 tot 88. Ja, verklap niet te veel. Mensen moeten het zelf beleven. Amphion, het beste theater van Nederland, staat in Doetinchem. Het zit erop. Dit was Gelderland Vandaag. Jullie bedankt voor de komst naar de studio. U ook. De toekomst van de Achterhoek. Hoe ziet hij eruit over een aantal jaar? Ik denk dat we eerst de crisis moeten proberen te overleven en de krimp. En daarvoor is een theater als Amphion bijzonder belangrijk. Want mensen zeker zullen zich alleen daar vestigen waar een bijzonder goed uitgaansgebied is, waar kunst en cultuur is. Vandaar dat ik zeg, zeker in Nederland onvoldoende zien we nog steeds dat kunst en cultuur een belangrijke economische waarde is, die we ook eens moeten gaan benoemen en daar zo gebruiken. En als je kijkt naar wat de Doetinchem Oude IJsselstreek. Kijk, als er 28e, als we besluiten dat er het een stap verder moet, dan moeten we elkaar natuurlijk als raden ontmoeten. Maar dan moeten we zeker eerst een goed communicatiemodel met de bevolking opzetten. Ja, over 10 jaar, hoeveel gemeenten telt de Achterhoek dan? Ik denk dat er dan misschien 2 gemeentes in de Achterhoek zullen zijn. We gaan het meemaken, dank u wel. Ja, en hoe krijg je toch al die voorstellingen toch naar Doetinchem? Dat lijkt me door het beste theater van het jaar te worden. Dan komen mensen nog liever naar Doetinchem. En voor de rest is het een kwestie van dus eigenlijk gewoon programmeren. Maar wel zorgen dat als die dienstverlening goed is naar die artiest, dan komt die ook echt graag terug. En spreken ze het ook uit naar jullie toe? Van we hebben het goed naar ons zin gehad. Ja, want wat ik net schetste, die prijs is, die impresariaten die gaan te raden bij hun artiesten. Dus eigenlijk is het een artiestenprijs. Alleen maar complimentjes. Super, dankjewel. Ja. En ja, de overkant, Oranje Vereniging, ja, het komt eraan. Een groot feest in Gendringen. Absoluut. Kijken jullie er naar uit? Lijkt me wel. Altijd, ja. Ja, de hele voorbereiding is natuurlijk al zo leuk. We beginnen natuurlijk altijd al zo rond september met de eerste ideeën op tafel. En dan in januari begint het eigenlijk echt. Nou ja, goed, en met deze veranderingen die nu spelen is het voor ons alleen maar een extra grote uitdaging. En ja, feest vinden wij altijd heel erg leuk. En als er nou andere oranje verenigingen zijn in het land of hier in de regio en ze weten nou niet wat ze moeten doen nu, wat voor tips zou je ze kunnen geven? Gewoon zo leuk mogelijk programma neerzetten, want als je die blije gezichten van de kinderen ziet, dan weet je gewoon waar je het voor doet. Dat is gewoon het is allemaal vrijwilligerswerk natuurlijk, maar het geeft zoveel terug. Je krijgt er gewoon heel veel energie van, dus alleen daar al voor. Ja, kinderen super. Willen feest, ja. Ja, die vinden dat heerlijk. Ja. Veel ja. plezier. Jullie allemaal bedankt voor de komst hier naar de studio. En nu is het dan weekend. Aanstaande maandag is er weer een nieuwe Gelderland Vandaag met nieuwe gasten. Zo gaan we het onder meer hebben over hardpainting. Kijken dus, goed weekend en graag tot maandag. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Xellies en Koffie van Fred.